Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe review. Ik ben Nerf Cowboy en vandaag heb ik voor jullie een review in plaats van een unboxing review. Ik maakte een unboxing review en de camera stopte er opeens zomaar mee. Heel de video is verwijderd van de camera. Dus ik heb helaas geen unboxing review van dit voor jullie. Het is voor de rest niet echt een bijzonder iets of zo. Het is dit jaar uitgekomen, maar het is voor de rest niet echt een groot iets of zo. Het is niet echt een Nerf blaster. Het is wel, het kan wel schieten, maar het is niet echt een groot Nerf blastertje. Dus wat ik hier heb, is heb ik gisteren gekocht bij Intertoys. En het is de Undergo Blaster Keychain. En ik zag deze liggen voor 6 euro bij de Intertoys. En ik dacht, waarom ook niet? Je hebt hem in 2 kleuren. Je hebt hem in oranje en geel. En in blauw en wit. En ik heb dit in blauw en wit genomen, want dat zijn meer de elite kleuren. En die andere zijn weer de Anstrike kleuren. Die oranje-gele lag er ook, maar ik had wel genoeg geld om te kopen, maar ik dacht, nee. Voor de rest gaat hij 4 meter schieten, zegt hij. En ja, dit is voor de rest de verpakking. Er zat ook nog wat achter en zo, maar dat is voor de rest niks bijzonders. Dit is uiteindelijk hoe je hem hebt. Het is een soort van koffertje. En daar heb je dit ijzer dingetje aan zitten. Clipje. En daarmee kan je hem aan je sleutelhanger doen en zo. Voor de rest, als je hem opent, heb je daar een mini blaster in zitten, een tripod en een ammo holder. Je krijgt in totaal 3 van die foam darts dingetjes. Het zijn echt hele slechte foam dingetjes, kan ik je zeggen. En als ik eerlijk moet zijn, heb ik de range ook al een beetje getest en deze blaster kon maar 2 meter. En ik heb echt op mijn allerhardst schoon geschoten. Dus voor de rest zit het in dit soort hard foamachtig. En ik vind het best wel gaaf. Nerf moet ook zo'n soort van echte, ja, Nerf, dit is wel Nerf. Ze moeten echt zo'n koffer maken waar je gewoon je blaster in kan doen met dat soort hard foam bijvoorbeeld. Ik denk dat dat op zich best wel goed kan verkopen. Maar dit is de tripod, het is plastic en het is echt heel slap. Je kan het zo makkelijk breken. Maar ja, het slijt gewoon aan de blaster en dan is het al goed. En het heeft van deze zuignapjes en ja, daardoor moet die soort van stikken, maar ze stikken echt voor geen meter. Voor de rest heb je nog de ammo holder. Dat is dit ding. En deze clipt gewoon niet aan de blaster. Het lukt gewoon niet. Ik zal jullie zo meteen laten zitten. Hij zit er gewoon los op en hij kan overal heen. Voor de rest zie je die zwarte vlekjes. Dat zijn de ammo dingetjes. En die kan je voor de rest niet echt met je hand uitkrijgen of met je vinger. Je moet echt die tripod gebruiken, ik het liefst. En dan druk ik hem er zo uit. Voor de rest is dit heel slecht foam. Heel dun en heel slap. Het is echt mini. Ik zal wel even een Nerf dart erbij pakken. Dit is een Nerf dart. Dit is het ding. Het betekent net de tip. En dan een klein beetje van de foam. Dat is echt best wel klein, kan ik je zeggen. Echt heel erg klein. Voor de rest hebben we dan de blaster zichzelf. Het is een blaster. Het is niet alsof je de blaster eigenlijk aan je sleutelbos hangt. Het is meer alsof je eigenlijk gewoon dit hele koffertje aan je sleutel zou passen. Ik weet niet waarom je dat zou doen, maar ja. Voor de rest is dit de blaster dus. Hij ziet er best wel badass uit. Ik zou eigenlijk best wel willen dat ze dit in het groot maken. Voor de rest zie je dat het een magazine heeft, een soort van handle. Hier zit voor de rest de ding. En dit is één grote eigenlijk missile launcher. En de stock is de prime. Ja, dat is. Dat is het schieten. Je doet dit en gewoon zo snel mogelijk dit. En dat doet. Auw. Dat deed. Ja, dat voel je wel. Weet je, als je echt. Die dingen hebben zo. Dit is een en al hol die. Een dart hole, deze ammo dingetjes. Dat is 1,5 hole. Het is echt een hele dunne laag foam. Echt piepklein laag foam. En de rest is gewoon helemaal hol. En dat vind ik echt gewoon niet leuk. Voor de rest, de tripod blijft er best wel goed op zitten. Die blijft er gewoon goed op zitten. En het is gewoon leuk om er zo op te zetten. Voor de rest, ik zal wel eventjes anders filmen. Ik zal wel eventjes zo filmen. Zo. Kijk.
De tripod blijft voor de rest wel gewoon goed staan en alles. Het is een stevige tripod. Voor de rest stikt hij alleen op deze manier een beetje. Heel lichtjes. Maar je ript hem er zo vanaf. En voor de rest, de ammo holder slide hieronder. En dat... Ja. Zoals je ziet, ik hoef niet eens iets te doen en dan valt er al vanaf. En dat vind ik echt heel erg zonde. Dus ik hou deze het liefste vanaf. Maar zo ziet hij er in zijn complete vorm uit. Dus ja, ik denk dat het maar eventjes tijd wordt om te gaan schieten. Deze flut dingetjes. Ik zal hem gewoon even afhalen. Al die attachments zo eraf halen. Even de ammo eruit halen. Ik ga ze gewoon alle drie afschieten. Ik ben echt niet gek op deze, op dit product van Nerf. Ik vind het echt een helemaal stom product. Let's go. Ik zal hem wel eventjes... Oh. Ik zal hem even daar naartoe schieten. Dus... Dit. En dan gewoon dat. Meer doe je niet. Het is echt gewoon nutteloos. Als ik eerlijk moet zijn. Nou ja, het is gewoon geen goede blaster. Het is gewoon geen goede blaster. Package zei ook, heb altijd een blaster bij je om meteen in battle te gaan. Nou, deze, ja, die kan je gewoon niet in battle gebruiken. Het is gewoon flut. Maar ja, het is voor de rest wel een leuk productje om erbij te hebben, kan ik je zeggen. Het is wel grappig en zo, maar ik ben er geen fan van. Ik ben er echt geen fan van. Dus ja, dat is de review van de Nerf On The Go Blaster Keychain. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie gewoon weer later.